Kijk, 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 service, service, hallo! Geen idee? Jawel, je weet het wel. Ik heb geen idee. Dit is eigenlijk niet. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag de verjaardag van Lin. En als je de vlog van gisteren gezien hebt, dan weet je dat ik dus vannacht het huis versierd heb en al een cadeautje gegeven heb. Maar, jongens en meiden, ik roep dit al dagenlang, eigenlijk al weken. Blijkbaar is het dus een soort van traditie bij Lin, dat als zij jarig is, dat ze in de ochtend frikandellen krijgt op de verjaardag. Vraag me niet waarom, ik snap het ook niet. Maar, jongens en meiden, ik moet natuurlijk wel even een beetje fluisteren en de traditie voortzetten. Dus kijk eens aan, we zijn bezig. Het is op dit moment 10:30 ochtend. We zijn gisteren best wel laat gaan slapen. Maar de frikandellen zitten erin. En ik ben ze dus hier aan het bereiden. Ik hoop dat het een beetje leuk wordt voor de. Oké, what the fuck. Dit is echt het meest schoren ontbijt ever. Wow, yo. Oké. Kut, ik maak ook echt veel te veel geluid. Maar het is een beetje gelukt. En nu heb ik hier een kaarsje. Kijk. Kijk, ze weten waarschijnlijk al lang natuurlijk dat ik dit aan het doen ben. Ik zei, ik moet even poepen. Ik zei, ja, ik ga even naar beneden. Ik moet even poepen, hoor. Zo terug. Oké. Hey, kijk eens aan. Oh nee, die kaars gaat bijna uit. Blijf aan, blijf aan. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze... Kan ik binnenkomen? Mee eten. Ja, ik heb er expres wat meer bij gedaan. Zijn ze goed? Hè? Heb je ze al gemaakt? Ja. Wow, snel. Ja, je moet een blik mee eten. Eerst uitblazen, hè? Oké, maar mag ik een wens doen ook? Ja, oké, doe eerst nog een wens. Ja! Dat is een hoedje. Ja, heel leuk. Heb je die ook een van mij voor straks? Ik ga er een pakken, hè? Ja, de traditie moet voorgezet worden, hè? Je wist sowieso dat ik dit aan het doen was, of niet? Nee, ik wilde je net appen, kom knuffelen. Hoorde je me niet bezig beneden? Nee. Tuurlijk wel. Nee. Echt niet? Nee, ga je maar. Ik zal straks ook een verrie maken beneden, zo hoor je. Ja, zet hem op. Dan komt hij. 1 seconde. Laten we eens los, laten we eens los. Nee. Oh, nou, ik hoop dat ze lekker zijn. Ze komen namelijk echt net uit de diepvries. En ik hoop dat ze goed zijn. Ja, nou, smakelijk. Jij moet echt goed licht mee. Jij gaat de eerste in eten, hoor. Het is jouw traditie, blijkbaar. Ja, lekker. Ja? Zeker? Heerlijk. Mm. Ja, het is niet per se gezond, maar... Het is prima. Voor een keer, toch? Ja, het is niet... Het lekkerste ontbijt dat ik zou, zeg maar. Nee? Nee. Lin die gaat er gewoon echt voor. Die heeft gewoon wel 1 hele frikandel op. Ontbijten. Ik krijg ze echt niet naar binnen, jongens. Ik heb misschien 2 stukjes op of zo. Het is voor mij echt nog even te heftig. Maar ik snap niet hoe, het is 10:30. Ja, daarom juist. 10:30, mensen die echt werken in de bouw, die eten nou ook op vrijdag een frietje. Ja, oké. Okay. Om 10:30 al? Ja? Ja? Die beginnen om 4 uur, hoor. Ja, oké, maar die hebben dan 's ochtends al... Ja, die zijn al heel lang wakker. Ja. Ja, ik kom net mijn bed uit, zeg maar. Kijk, Link krijgt allemaal berichtjes nu ook. Melanie. Zo lief. Komt-ie. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Kijk, in de gaan we wel spullen. Vanavond, dus een hele... Wat zegt ze? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Allerliefste Lin. Ik zie je gezellig. Vanavond. Nou. Zo cute. Ik ben vandaag met Giootje, maar dat zal wel goed komen. En tot vanavond, lieverd. Geniet van je dag. Wat heb je gestuurd? Je bent nu welkom vanavond. Dankjewel. Oh. Oké, we zetten hem heel even op de gang hier. Want de geur is echt overheersend in de ochtend. En dat is niet helemaal geweldig. Dus ik laat hem even hier op de gang staan. Oeh, kijk eens aan. Er staat daar weer een pakket bezorgen voor de deur. Er komen als het goed is dus nog steeds dingen binnen ook vandaag. Oh, wauw. Volgens mij ligt het er al. Oh, kijk eens aan. Wat is dit? Oh, dit is... Ja, dit is wel iets. Oké, Lin is in ieder geval de deur uit, jongens. En
Dat komt mooi uit, want straks wordt haar taart dus hier afgeleverd door Maria Sweet Cakery. Die levert hier dus altijd natuurlijk de supermooie taarten. En ik heb gevraagd om een lichtgroene taart. Omdat Lin, de lievelingskleur, is ja, eigenlijk wel een beetje groen. Ze vindt groene kleding altijd supermooi. En als ik haar over een kleur hoor, dan is het wel vaak lichtgroen. Dus ik sta eigenlijk te wachten tot ze komen, want ik ben heel benieuwd naar wat ze ervan gemaakt hebben. Ik ben een klein beetje ruimte aan het maken ook in de koelkast, want ik weet dus niet hoe groot die is. Maar meestal zijn de taarten altijd wel echt gewoon twee goede verdiepingen. Dus ik denk dat het misschien net zeg maar, vanaf hier in past. Alleen dit plankje moet er nog even uit. Ik hoop het, want anders gaat die smelten, aangezien de visite natuurlijk ook allemaal pas waarschijnlijk rond het eind van de middag en in de avond komt. Ja. De sausjes kunnen er allemaal even uit. Genoeg ruimte voor een taart, dit moet wel. Als die groter is dan dit, dan is het echt niet best, denk ik. Kijk, service, hallo! Hallo. Oh, het tocht een beetje hier. Hallo! Hi. Wat goed, gefeliciteerd hè? Ja, ja, goed hoor. Kijk eens aan. Ja, je hebt al zoveel taarten gehad. Nou, past die? Ja, perfect, ja, precies. Ik ga meteen het lab, ja. Oh, perfect! Kijk eens. Ik kan de deur nog wel dicht. Ja, oh ja, dat is de vraag. Maar in deze koelkast hebben we natuurlijk nog geen taart. Nee, dit is de eerste taart in deze koelkast. Ja, past. Top. Perfect. Mooi. Welke smaak waren het nou? Velvet en? Red velvet met Oreo en de red velvet met cream cheese. Oh, dat gaat ze vast lekker vinden, jongens. Komt helemaal goed. Ja. Lin is net teruggekomen en Maria en Danny zijn er nog. Willen jullie zullen we de taart laten zien aan haar? Ja. Of het een mooie kleur is? Ja. Ik ben benieuwd of je de kleur goed vindt. Wow, ja. Goeie, hè? Heel mooi. Mooi, toch? Zo gaaf. Ja, dit is zonde om op te eten. En de smaak was? Ik ben nu weer vergeten. Red velvet. Oh ja, red velvet. Ja. Ja, dat heb ik ook. Ik weet je toch dat ik... Eergisteren zei ik toch nog van... Oh ja, wat vind je red velvet? We hadden het over red velvet. Het chocola. Ja. Red velvet, dat is geen chocola. Heel blij mee. Ik heb gelijk een foto naar mijn moeder. Mooi, hè? Ja. Oh, ja jongens, we zijn net de deuren, maar ik krijg gewoon nu al honger. Ik krijg nu al zin. Ik ook. En vooral toen je net zei dat er twee smaken zijn. Hé, maar ik heb wel verteld gisteren aan jou dat de traditie is dat we altijd gaan zingen. Kijk, ja, we moeten eigenlijk wel gaan zingen vanavond met de taart. Vind je niet? Ja, als dat erbij hoort, dan... Dat moet wel. Dan moet het, ja. Hij is echt mooi. Lichtgroen dus. Straks als we hem uit de koelkast halen, dan gaan we hem nog beter zien. Zo, jongens, ik zit in de auto met een tasje hier zo op mijn schoot. En Lin en ik zijn namelijk heel even snel naar het dorp toe gereden. Want we moesten nog even de bierkratten terugbrengen. En weer nieuwe bierkratten halen voor vanavond. We moeten natuurlijk even wat voorbereidingen doen. En ik heb dus op de markt kibbeling gehaald. Oh, lekker. I love kibbeling. Echt, ik haat vis. Ik vind het verschrikkelijk. Maar kibbeling, ja, dat is wel lekker hoor. Zo, alleen heel de auto ruikt er wel echt naar nu al. Merk ik nu al. Ruik je de geur? Vind je het vies? Ja. Echt? Ja, een beetje. Ik heb ook visfriet voor je. Ja? Oké. Okay. Ja, ik lust het niet, hè? Jij moest het hebben. Ja? Heb je het überhaupt ooit geproefd? Ik heb geen idee, nee. Ja, ik lust het niet inderdaad, maar misschien dat ik het wel lust. Oh, maar de hele auto ruikt er inderdaad naar, jongens. Ja, en dat blijft ook nog wel even hangen. Die ja, ik ga met mijn ramen open laten staan op de oprit, denk ik zo. Ik heb hier dus de vis liggen. Nou, ten eerste hebben we de kibbeling. Volgens mij is dat deze zak. Ja. Oh, dat ziet er sowieso best wel lekker uit allemaal. Kijk. Goeie. Alleen... Ik moest nog filmen. Oh, ja. Sorry. Ik heb dus echt geen idee hoe de visfriet eruit ziet. Het is echt heel lekker. Ik weet niet eens hoe dat uitziet. Echt heel lekker. Oh. Huh? Wat? Ja. Het lijkt gewoon een beetje... Het is een soort van visstick. Ja, dat lijkt het. Het is echt heel lekker. Het ziet er best lekker uit. Lekker. Misschien dat ik dit ook wel lekker vind. Ja. Sowieso. Ik ga het eens even proberen. Deze saus wordt bij de visfriet. Even kijken. Zo lekker. Het proeft gewoon een beetje kibbeling eigenlijk. Ja, maar dan iets vergelijkbaar. Ja, klopt. Er stromen wat pakketjes ook binnen vandaag natuurlijk. Door bijvoorbeeld jouw management. Maar kijk hoe gaaf iets Lin heeft gekregen. Dit is een soort van... Echt gaaf. Een bonbondoos hier. In de vorm van een taart. En dan hier staat precies met wat... Oh, Baileys. Baileys? Precies met Baileys. Zit alcohol in. Liqueur 43. Nee joh. Ja. Pornstar Martini. Nee joh. Ja, deze. Is deze Pornstar Martini? Ja, kijk. Oké, die ga ik nu gelijk... Nee. Ja. Ja, hé, je hebt ook nog niet mijn cadeautje gekregen. Nee, dat mag hopen van wel. Nee, zeker niet. We gaan straks pas beginnen. Niet, hè? Ja, ik zeg het. Nou.
Ik ga eerst nog even mijn broodje nemen hier, jongens. En dan ben ik helemaal klaar. Oh, shit. Zo, die moet er wel uit. Hey. Oh. Yuzu. Wat? Yuzu. Zit dat er ook in? Beschuit met blauwe muisjes, beschuit met roze muisjes. Beschuit met blauwe muisjes? Ja, met roze muisjes. Wat is deze dan? Of zo? En we hebben... Nee, dat is... Die hebben we niet. Oh, die zit er niet in. Maar we hebben wel het beschuit met roze muisjes. Wat leuk. Jelle staat voor de deur en hij zei... Lin moet even naar buiten komen. Nou. Daar komt... Oh. Oh. Ja hoor. Hey. Je verjaardag. Yeah. Lekker man! Feliciteer bro! Hey! Ja, deze man! Kijk, ik heb het gewoon! In zijn pak ook gewoon! Ja, hij werkt hè! Netjes, net. Kijk, deze huis zitten voor de buren! Ja! Heerlijk! Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit is wel echt een leuke binnenkomen. Een goede binnenkomen. Creatief. Hoe oud is ze eigenlijk geworden? 23? Hoe oud denk je dat ze is geworden? 24. Nee man, 28. Wow, man. Jonger. Bro, ze is 28. Is jonger dan ons. Nee, ik val op oudere vrouwen. Nee, wow, voor de 24. Jongen, hou me niet voor de gek. Ze is echt 28, dat zie je toch wel aan. Nee, want ze is jonger dan wij, ze bent er niet dom. Wat denk je? 24 toch, ben je toch geworden? Wat dacht ik? Nee, ze is echt nog jong, Vic. Ik ben 21 hoor, 22. 22. Oh, je was even uit de boek. Ja, weet ik volgens. Hallo, ik had niet voor iedereen, hè. Hoe onthoud je dan niet? Kom op, ja, zeggen hoor. Het is mijn vriendin. Nee. Ja, ja, het staat hier ook gewoon. Oh, kut, joh. Ik had het later moeten vragen. Oh, het staat hier ook gewoon groot. Je hebt het zelf gedaan, hè? Ja, goed, hè? Hey, lekker. En één slinger. Dus toch ja, twee? Nee, twee. Oh, oké. Okay. Twee ja. Slingers. Ja, ja, ja. Ja. Leuk. Ja, is goed gedaan. Hey, ik heb ook cadeautjes voor je. Laten we gelijk doorpakken. Laten we gelijk doorgaan. Grap, je kent me. Ik ben weer helemaal hyperactief. Ik ging een cadeautje halen en het ging weer helemaal door de pan heen. Ik heb eerst een kaartje voor je. Oh. Zo. Wat lief. Oh joh. Oké. Okay. Ik ben weer helemaal hyperactief. Oh, hij heeft ook gewoon echt... Hey, maar hard op. Even voorlezen. Hey. Ja, ze gaat eerst kijken of het ergens is. Niks ergens, hoor. Ja, alsof het in de vlog kan. Wat lief. Ah. Maar Leen, even hard op dan. Ja, dat wil ik, hè? Maar moet ik het doen of wil jij het doen? Nee, jij, maar je kan je lezen zeker. Okay. Lieve Lin, we kennen elkaar nog niet heel lang, maar wat mij betreft wel al hele goede vrienden. Gefeliciteerd met je verjaardag en we gaan ook veel leuke dingen meemaken. Ben lief voor Gio, want die jongen houdt zielsveel van je. Groetjes aan Gio en de kleine. En de kleine? Wat zeg jij nou? Weet je dat je zwanger was of niet? Wat? Oh, daar moest het in de vlog zeggen. Ja. Ik zie Jelle en Bo, maar het is wel echt heel lief. Dankjewel, Jelle. Ja, en iets wat jij volgens mij heel graag wil. Oké. Okay. Oh, waarom heb ik een voorgevoel? Ja, jij hebt een keer een appje gestuurd, niet heel lang geleden. Aha. Ja. Dat is wat jij wil, hè? Ja. Nu ben ik wel benieuwd. Wow, maar is dit vanuit Bo of vanuit jou? Heb ik net gehaald. Heb jij iets gehaald? Ja, kijk, ze stuurde wel een screenshot. Dus ik wist wel moeilijk. Sowieso is iets van make-up. Want je had sowieso niet geweten wat je had moeten halen. Oh, dit is echt top. Dit is echt top. Dat is een goede merk, toch? Dit is de zonnebrand waar ik gisteravond uren naar op zoek was. En die heb jij zomaar even gevonden? Ja, want ze appte Bo. Hij was uitverkocht. En Bo zei, ja, ik weet niet waar ze hem nog hebben. Ah! Naar Easy Paris ergens. En ja. Dit is goed voor je huid. Deze is echt... Oh, dit vind ik echt top. Dankjewel, Jelle en Bo. Lekker geregeld, ja, pik. Dit zijn pluspunten. Ja. Oké, okay, jongens en meiden. Ik heb dus een fout gemaakt gisteren, want ik ben dus al helemaal door mijn cadeaupapier heen. Wat kut is, want ik had dus zo'n groot cadeau gisteravond gegeven aan Lin, waardoor al het cadeaupapier gewoon op was. Dus ik heb hier alsnog wel wat dingen liggen, maar ja, niet meer echt ingepakt. Het is een beetje kut, maar ja, het kan even niet anders, want we hebben gewoon geen cadeaupapier meer. Het cadeaupapier ben ik helemaal doorheen. Is dat heel erg? Heb je geen plastic tasje of zo? En niet van de Albert Heijn of de Jumbo, nee, maar... Het moet wel uitgepakt worden. Oh, perfect. Dus het, zeg maar... Ik had niet beter gedaan. Nee, je had geluk dat ik daarin pakte. Ja. Oké, okay, lieve schat. Ik heb hier iets voor je. Dit is ook een cadeautje. Ja, wat ik al zei, het cadeautje heb ik gisteren helemaal opgemaakt als het ene cadeau. Dus sorry. Wat was het ene cadeau dan? Dat was een printer. Een printer? Echt een fucking printer. Ja? Oh. Wat zit er ook allemaal in? Wacht, laten we het even zonder checken. Oké, okay, ja. Ik
Ik ben wel echt blij dat ik eindelijk een eigen mok heb. Is een mok? Oh ja, ik zit er in de camera te kijken. Ja. Maar wat staat er op? Ja, dat is de vraag. Je staat sowieso iets grappigs op. Het leven is Nee. Hey. Het leven is als een frikandel, je moet het zelf precies. Ja, dit is echt mijn mok. Ja, die is mooi, hè, jongens. Ja, echt leuk, maar wat staat er nou op? Ja, dat gaat zo snel altijd. Ja, ga eens terug. Gelijk in de kast. Ho, terug. Even rustig. Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken. Ja, dat is wel... Sorry. Zo. Ja. Wel van toepassing. Lin had nog helemaal geen eigen mok. Ik heb helemaal geen eigen mok en ik vind die mok echt lelijk. Kijk, pas... Om... Maar deze is ook lelijk eigenlijk. Kijk, deze. Pas moest ik dus drinken uit dit. Ja, sorry, maar... Ho, waar ben je hier? Ja, dat is wel lelijk. Zo moet ik hier ook aan drinken. Ja, dat zijn... ja. Nu kan je uit je frikandellenmok gaan drinken. En die komt helemaal bovenaan. Top. Het leven is zoals frikandel, je moet het zelf speciaal maken. Ja, is goed. Oké, we gaan door naar het volgende. Ja, daar gaan we weer. Het stomme is dus, ik zie de verpakking, ik weet ook niet wat er in deze zit. Jij bent toch besteld? Ja, maar... Maar je weet niet wat het is. Ik weet niet wat in deze zit, dus deze mag je ook openmaken. Deze is wel leuk ingepakt, gelukkig. Your surprise. Maar je weet niet wat erin zit. Nou ja, ik heb een vermoeden. Ik heb een vermoeden. Weet je dit nu al, wat het is? Ja. Je bent wel een creatieve jongen, eerlijk is eerlijk. Oh, die shit. Wat is dit? Ja. Moet ik eerst dit? Okay, er zit een kaartje bij. Oh, dit is echt... Ze leest het ook niet goed. Nee, want ik vind dat... Nee, wacht, wat doe je? Wat doe je? Eerst kaartje lezen. Dan kan je me altijd bij je dragen. Oh, dit is echt heel leuk. Oh, ik wou... Wat schattig! Dankjewel. Ik ga hem gelijk aan mij... Nee, wacht. Je gaat er heel snel. Wacht eens. Eerst eventjes zo. Ja, hij is echt heel leuk. Ja, vind ik cute. Vind ik lief. En de achterkant. Oh, hij is ook echt goed gelukt inderdaad. Ja. Kijk, we hebben hier dit. Ik weet niet of het op scherp staat. Ja. En de andere kant. Dit. Dat was wel leuk. Dat vind jij leuk, hè? Ja, kijk te glunsteren. Dat vind je geweldig. Ja, ik dacht, dan kan jij je hand stoppen. Ja, dat ga ik gelijk even doen. Nou. Mooi. Dan kan dit eraf. Ja, voor Mercedes inderdaad. Ja. Ja. Wil je daarmee helpen, schat? Ja, dat kan. Kijk. Dit is echt heel mooi. Leuk toch? Ja, dit is echt heel mooi. Onze foto's. Dit is echt mooi. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Oh, Lin zegt, is dit met hulp van je zus? Je had niet verwacht dat ik zo creatief zou zijn. Nee, ik schrik er gewoon van dat je zo leuke cadeautjes hebt bedacht. Goed, hè? Ja. Ja, nu heb ik dus nog iets. Kom eens hier. Wat is dit? Hier gaat een hele gekke glimlach bij. Oh, nee. Ik denk alleen wel dat het gewoon heel handig is. Het zijn geen gestoorde gekke dingen of zo. Ja. Wat zal het zijn? Ja. Die heb je gisteren ook besteld. Ja! Ik heb het gisteren besteld. Hey, dat heb ik ook. Daar kan je SD-kaart in. Ja, voor die camera. Want gisteren gingen we verbinden, maar het werkte echt. Gisteren gingen we verbinden, toen werkte niet. Toen heb ik hem heel snel de tussentijd besteld. Dit is echt top. Dit is echt top. Ja, dat is een goed cadeautje, man. Dit is echt top. Nee, maar kijk, dit is inderdaad zo'n kabeltje, joh. Maar past dit ook met die kaart? Ja, als het goed is wel. Je kan het gelijk proberen nu. Ja. Kan je SD-kaart, zeg maar, dus foto's die je op je camera maakt, bijvoorbeeld waarmee ik nu film, kan je dus overzetten naar je telefoon. Ik weet niet eens waar die SD-kaart in zit. Geen maat. Squatje, je hebt echt zo'n creatieve cadeaus. echt heel leuk. Kijk, dit is hoe het werkt. Je stopt hem in je iPhone en dan de SD-kaart stop je daarin. Foto's. En dan krijg je een extra dingetje opgepopt. Dan kan je zo alles overzetten. Ja, importeren. Oh, echt? Oh. Wow, dat gaat echt super snel ook. Wat? Kijk dan, je kan hier gelijk alle foto's. Zo. Holy. Nou, dat is veel handiger dan die app, toch? Het is niet scherp, maar als je ze dan importeert, dan komen ze scherp. Oh, dit is echt... Dat is echt veel handiger dan met die app, zo. Kun jij dit niet voor je vlog doen? Ja, nee, ik heb dus het nieuwe iPhone. Daar hebben ze dus niet meer die aansluiting. Dus dat is wel anders bij mij. Zo, nice. Dankjewel. Nou, we gaan eens even kijken. Hoeveel meter moet het balletje altijd van iemand afleggen? Dat weet ik niet. 7 meter. Oh ja, jij bent een Joy de Boel pro, hè? Kijk, dit is mooi, want dan ben je als je de shakers eruit gooit. Oké, nou wacht eens even. Ik ga even kijken, jongens. Het balletje ligt hier. Jelle is dus Joy de Boel kampioen geweest. Wel op de camping, weliswaar. Ja, even kijken of we het zo beter kunnen doen.
Oké, jongens, ik gooi op de oranje, dan zien we wat beter. Dat is de zinneboel al. Oké. Ah, dat was wel heel slecht. Oh, die is wel dichterbij. Dit is echt slecht, man. Ja. Nee. Ja! Die van mij is de winnaar. Oké, nog een keer, kom. Die van mij is de winnaar. Ja, ja, ik moest even inkomen. Zinneboel! Was jij nou de pro? Ja, maar dat gaat op een heel ander veld met hele andere ballen. Dit is jouw ballen. Wacht, dit is de Zinneboelbal. Maar dan heb je maar twee ballen. Ja, maar niet uit. Ik heb maar twee nodig. Ik heb er altijd twee. Ja. Oké, okay, die ligt wel dichtbij. Oeh! Dat ben ik, Oh! Ja, je hebt al gewonnen, man. Dat is één punt en dan kan ik nu twee en de derde punten bijhalen. Ja, het is echt seksloze sport, maar het is wel leuk. Wow, joh, oké, ja, die liggen wel heel netjes. Ja, oké, twee stuks. Ja. Ja, eigenlijk moet je zo de boelen natuurlijk inderdaad met die, hoe heet het? Stalen ballen, wat is het? Ja, stalen ballen. Ja, staal toch? En op grind. Ja, maar ik dacht het toch leuk, hè? Ja, joh, ik vermaak me. Ja, heel daarom. Ik had niks anders liever op een vrijdagmiddag. Daarom. Oké, Jelle beweert dat hij precies op de oranje kan gooien. Laat maar zien. Zo goed was hij. Oeh, oké. Oeh! Wow! Oké. Eerlijk? Ja, je bent had best... Had je niet verwacht, hè? Nee, je bent best goed. Ik lul niet trouwens. Hij was dus echt de boel koning of zo op de camping. Blijkbaar. In Frankrijk ergens. In Frankrijk, op de campingbroos wilde ik dat. Vroeger. Ja, op de camping in Frankrijk. Wow, jongens. Ik ben dus helemaal één ding vergeten. Ik ben helemaal één ding vergeten. Wat? Oké, je moet even de koptelefoon opzetten. Ja, wat zal dit nou zijn, hè? Oké, dan is jouw surprise movie. Ben je ready? Ja. Yeah. Oké. Komt-ie. Vreten ook echt. Ah! Heel leuk. Ah, wat lief, schatje. Ik was het helemaal vergeten. Je moet verplicht mee eten. Ja. Dit is echt gaaf. Dus een dagje uit. Met z'n vieren kan het. Dus er kunnen dit nog twee andere mensen mee. Zo leuk. Oh jongens, ik was het helemaal vergeten. Ik had een cadeaubon gekocht. Dit is echt heel gaaf. Leuk toch? Ja. De visite die komt straks allemaal op bezoek. Iedereen is er bijna. Ik moet alleen nog even snel wat halen. En dat is niet van mij, maar dat is Mel haar cadeau. Maar dat moet dus bij de HEMA. Dus vandaar moet ik daar nu nog eventjes lesminder naartoe. Omdat Melanie het anders niet haalt. Want de HEMA gaat om 8:00 dicht en het is nu 7:15. Dus ik ga daar even snel naartoe. Ik heb hem. Ik ga het nog niet laten zien, want het is een cadeau van Mel. Dus Mel moet dat zelf maar even doen. Nou, dan kunnen we gaan. Dan zijn we helemaal klaar. Dan hoef ik vandaag lekker niet meer de deur uit. Perfect. Wij hebben het huis even helemaal gezellig gemaakt. Kaarsjes, alles aan. Hey, ja. Daar kaarsen in de hoek. Als ik dan hier naartoe loop. Hop, kijk eens ook. Een kaars aan. Helemaal ready. Helemaal ready voor de visite. Linde familie is er. Kijk eens, schattig. Ze staat hier stiekem te kijken hoe iedereen hier kijkt. Het is zo schattig. Ja. En nou moeten we even doen alsof we... Alsof we even nog van de bank moeten komen om de deur. Oh, ja, dus ze gaan nu aanbellen, let op. We moeten even wachten. Oké, 5, 4, 3, 2. Ja, nu is het goed. Ja, dat is goed. Oh, zie je wat je mooi versierd. Ja, wauw. Mooi man. Gezellig. Kom maar. Dat jij de tak hebt opgenomen. Ja, ik heb ook niet genoeg gemaakt. Echt waar? Ja, echt. Lekker. Zo, mama, zo goed uitpakken. Dan mag je zelf mee. Nou, iedereen is er. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Zeggen hoi. Hey. Ja. Hoi. Ik zet even de muziek zacht hoor. Hij is goed. Moet je het vrij, hoi. Deze is van Max.
Mag dit van jou toch? Ja. Hartstikke. Zeker. Je hebt er wel moeilijk ingepakt. Ja, zeker. Ik krijg dit er niet uit. Zo. Oh! Wist jij dit? Ja! We staan net. Hoe toevallig! En ik had een digital sportje neergezet, want ik zei ja, dit ziet er zo armoedig uit, die beige. En ik vond nog een witte oude rituals. Ik zeg Gio, nee, ik vind die niet mooi. Ik zeg, maak je nou een grap? Ik zeg, dit ziet er toch armoedig uit? Maar ja, ik wist dat je dit zou krijgen. Oh, dit is echt top. En zwart. Ja. Beter. Heel blij mee. Dankjewel. Ja, dit is echt perfect. Daarop, dit is echt... Ja, anders was het nog kut geweest. Had je al die rituals staan. Maar dit was 1 minuut geleden. Ja. En deze is van opa en oma, hè? Ja. Misschien leuk op de slaapkamer. Oh. Oh, de hoop. Is het dit? Oma? Ja. Camera even weg. Dit is... Ja. Dankjewel. Wat is het? Ja. En dit is voor op de slaap... Oh! Oh, wow. Wat is dit, oma? Storage box. Oh, nice. In dezelfde als de teddy. Beter. Dankjewel. Oh. Ja, ja, dit is, kijk maar, die stoelen, die krukken, alles heeft hetzelfde. Nice. Het is mooi. Heel mooi. Ja, heel mooi. En dit? Een groot cadeau. Max, ze weet ook niet wat het is, of wel? Nee. Ik hoor Max en mama's overluisteren. Wat is het? Maar Gio weet het. Ja, ik weet het, ja. Maar hoe krijg je dit eruit? Heb je hier een mesje voor nodig, man? Nee? Oeh. Wat is dit? Oh, het is een hoge pot. Dit is wat we wilden. Ik heb geen idee. Jawel, je weet het wel. Ik heb geen idee. Oh ja, dit is zo'n wereldkaart. Ja. Met prikkertjes. Met prikkertjes. Ja. Oeh. Dit is echt... Oh, we hebben drie zakjes prikkertjes bij besteld van al die rijden. Ja. Staat Hawaii erop? Ik denk dat hij echt helemaal hier staat ergens. Of daar. Ik denk daar. Hij zal wel echt helemaal op het randje staan waarschijnlijk. Hier. Ja? Ja. Op een klein plaatje. Ah, wacht, ja. Hij staat daar. Ik wou zeggen, zo. Als hij er niet op staat, dan moet hij terug. Ja. Komt er vanaf dan door? Ja, van Nederland. Hier? Van dit? Nee. Ja. Ja. Dit is Amerika, opa. Ja. Hij heeft ook iets bij voor Gio. Ben benieuwd, hè? Opa, is dit waar we het over hadden gehad? Hè? Is dit waar we het over hadden gehad? Oh, zo. Gaaf. Kijk eens. De Ferrari pet. Oh. Dat was een heel stuk nummers in. Hoe we dat verkocht zien. Zie je, het is een uit Engeland, toch, opa? Ik heb steeds uit Irland, steeds in de zeeën. Oh, wat gaaf. Deze komt toch uit Engeland? Cool. Hey, dan ga ik zo een Ferrari zitten straks. Dankjewel. Dat is wel leuk om het bij te houden. Ja, dankjewel. Daar is de rest ook. Hallo, lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. Ja, hippie piep. 22 keer, hè? Oh ja. Voel je een beetje jarig? Jawel, zeker. Jawel. Ja? Ik ga je gaan feliciteren. Gefeliciteerd met je jarig. Marshmel. Die komt zelf. Oh, die komt zelf. Volgens mij is het ook bijna. Gefeliciteerd. Gaat het goed? Ja, maar. Gaat wel. Ja. Hey. Ja, ik ben niet jarig. Nee, dus volgende deur. Ja. Hey, doei. Hey. Gefeliciteerd. Ah. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Met je lieve vriendinnetje. Ja, hè? Ja. Ja. Hey. Ja, we hadden natuurlijk eigenlijk de cup, maar we moesten wat anders vinden. Ja, precies. Dus... Zo, oh. Een hele stapel. Okay. Dit wordt een vervolg van kerst. Ja. Ja. Hey, maar die twee hebben ook een kerstzak. Mag je niet mee beginnen? Wat jij wil, jij mag niet. Dit is jouw verjaardag. Is dit van de Sephora? Nee, deze is niet van de Sephora. Wat is dit? Dit is mijn favoriete mascara. Dit zag ik op jouw TikTok. Ja, die is echt heel fijn. Die heb jij uitgezocht, of niet? Ja, ja, goed hè. Nice. Oh, Mel, je hebt wel weer je best gedaan ook met inpakken. Ja, heb je gezien dat we Gio had ingepakt? Nee? Echt? Nee, dat staat pas net online. Dus wat wat is het? Ik heb er geen verstand van. Die van jou altijd leende. Ja. En ik dacht, dit zijn die minis, die kan je
kunnen mij meenemen naar Hawaii. Maar wat is deze? Dit is volgens mij voor onder de douche. En dit is die spray die we toen in de school hadden. Die wilde ik kopen, maar die vond ik te duur. Ja. En dit is de Dus je bent wel bij de Sephora geweest. Ja. Oh. Dit is echt leuk voor ons. Ook voor jou met je vlog. Oh, huh? Bucketlist boek voor koppels. Oh, dat is wel leuk. Dit cool. is echt weet heel leuk. Weet je toch, die had ge... dat weet je Ja, maar ik luister niet alles wat ze zeggen. Ja. Nee, dat heb ik ook wel eens. Ja. Zeg zoveel. Dit dat is je allemaal. Echt heel leuk. Ja, heel leuk. Ik dacht ook echt van, dat ik hier heb lekker... Heel doen. Leuk. Er zijn allemaal vragen die we over elkaar moeten beantwoorden. Ik zag het en schrijf een brief, dat is heel leuk. Wat is dit? Ja, dit. Dat is dus... Temu. Ja, maar dit is echt super. Kijk, daar kom ik weer, man. Ja, kom. Dit zijn van die haakjes die je aan je autostoel kan vastmaken en dan kan je je tas eraan vasthangen. Zodat hij niet op mijn tas die rolt. Want dan jij mijne ook en dan valt het eruit. Ja. Het is pas niet dicht. En nu kan je hem zo vasthaken en dan kan je echt zo vinden. Ja, wel handig. Ja. Nou, moeders. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jeesje. Is het iets handigs? Ja, nou ik denk dat je het heel fijn vindt. Ja? Ja, ik denk het ook. Jij weet het al. Ik weet het. Maar ik heb het zelf bedacht hoor. Ja, nee. Ja, is het een... Oh, deze is Melanie ook toch? Is dit een warmtekussen? Ja. Oh. Ja. Oh, warmtekussen. Oh, ja, altijd. Ik heb altijd koud. Oh, hier ben ik blij mee. Maar hoe werk je deze nou? Laat je die op? Ja, je laat hem op. En dan zet je hem aan en dan warmt hij hem op. En dan tot 5 uur standen, ja? Ja. Maar ik zet hem altijd niet. Oh, dit past lekker. Oh, het is voor op de bank? Ja, of in bed. Of in bed. Oh. En mijn bed is voor jou. Ja, dat is waar. Hij warmt het op. Melanie heeft ook een cadeautje. Tenminste, ze had net al cadeautjes. Kijk. Oh, kijk, ze heeft dus een taart bij de HEMA besteld ook. Ja. Let op. Is het gelukt? Is je goed gelukt? Ja. Maar hey, ik had al een taart. Ja, nou en? deze is niet van mij, deze is van Donder. Oh, die is van de kat. Ja. Ogen dicht houden, hè? Au. Oh. Mm-hmm. Je hebt een cadeautje van de katten gekregen ook. Oh. Nog niet openmaken. Dan nou zeg je het alweer. Jij. Ja, dat is echt zo niet. Ja, echt een verrader jij. Je zegt het zo. Dat is echt een tik van mij. Dat is echt zo dom. Ja, bedankt hè. Sorry. Nee. Zet je ogen dicht houden, Lin. Ja. Nou kijk, ik spreek dus soms ook kat. Kat. En iemand heeft me gevraagd of ik iets wilde maken. Dus zie je niet? Nee. Ja. Oh, dit is zo schattig. Wanneer heb je die foto gemaakt? Gefeliciteerd, allerliefste katten, mama. Wanneer heb je die foto gemaakt? Die heb jij toch niet gemaakt, Mel? Nee. Nee. Jij? Ik heb geen idee. Nee, ik denk Donder of Sniff. Ik denk dat Donder heeft neergezet. Ja. Dat is zo leuk. Ah, dankjewel. Wij hebben natuurlijk de familietraditie dat we altijd wel even moeten zingen. Ja. Dus we gaan de taart van Maria je mooi... Ik moet hem echt niet laten vallen, hè? Nee, dat is echt wat voor jou als je dat doet. Oh, dit ding is zo mooi. Hij is mooi, zeg. Hij is echt heel mooi. Het is een bruidstaart. Ja, het lijkt wel op, hè. De kleuren zijn echt super mooi. Maar wij willen natuurlijk wel even wat kaarsjes erop zetten. En dan de traditie is dus even zingen. En dan moet Lin straks de kaarsjes uitleggen. Ja. We zijn even rustig de kaarsen aan het opzetten. Ja, we hebben hier 18 kaarsjes nu erop. Dus er moet nog 4 bij. Zo. Ja. Ja? We hebben veel te veel kaarsjes, joh, eigenlijk. 20, nog 2 maar. Ja. Oh, hè? Ik dacht dat er maar 10 in zaten. 21. Nou. Oké. Okay. Oh, er zitten 24 in één zo'n ding, joh. Hey. 22. Oh. 22 kaarsjes. Heb je niet goed gelezen? Nee, we hebben niet goed gelezen. Zijn er nog 22? Oh, zo. Hij vindt heel hard. We moeten snel zijn. We moeten snel zijn. Ja, je mag. Hou je haar vast. In één keer, hè? In één keer, ik wil het. Ja! Yeah! 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 Dit is traditie. Ja, dit is traditie bij ons. Dit is traditie bij jullie. Ja, nu hoofd erin. Ja. Dat hoort er ook bij. Jij mag hem snijden.
Ja. Nou, het is wel echt net een bruidstaartsel, jongens. Samen, hè? Even samen, ja. Oké, maar gaan we van boven helemaal naar onder? Of? Ik denk dat er iets tussen zit. Dus alleen een schotje, ja. En dan zo arm in arm elkaar een hapje geven, hè? Oké. Okay. Alvast niet zo eruit scheppen. Ja. Kan je vast erop? Zo hele hoog gaan. Gaat sowieso opvallen, denk ik. Wacht, bordjes. Bordjes. Nee, dit gaat niet. Generale repetitie. Ja. Nee, dit gaat echt niet. Gio, je moet helpen. Dit gaat niet. Je hebt nog geen tijdschep. Nee, denk ik niet. Oh, ja, wacht. Ja. 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 Oh, hij ziet er lekker uit. Wow. Melanie heeft nog een leuke doosje voor je. Ik moest haar helpen met inpakken, dus het is niet zo heel goed gelukt. Je ziet wie het heeft gedaan. We dachten, wat dacht je toen? Die stoof heb je natuurlijk van de bank. Ja. Dus dit is dan... Ja, de inpak is op mij, dus zeg maar. Hij is wel heel leuk. Of, oh, nu klap ik weer. Als ik alleen ben... Wat is dit? Oh. Dit is echt leuk. Wie heeft hem verzonnen? Ja, Mel. Ja. Dit is echt heel leuk. Die is mooi, hè? Dit is leuk, echt hè? Heel leuk. Oh, dit was echt mijn nieuwe club. Jongens, Jorn kreeg vandaag te horen van de buurvrouw dat hij op Vincent lijkt. Ja, dat zag ik niet helemaal zitten. Vind je dat een compliment, of? Ja. Ja. Geen idee. Geen idee. Wat zou jij het een compliment vinden? Ik zou het geen compliment vinden. Nou ja, ik snap het wel, jongens. Ik zou het trouwens wel een compliment vinden, maar Jorn heeft een beetje... Oh, nee. Ja, meneer. Ja, heb ik op tijd. Jorn heeft een beetje dezelfde haarstijl als... Als Vincent. Nou, jongens. Iedereen is ondertussen alweer de deur uit. Alleen, mijn ouders zijn er nu nog eventjes. Melanie en Jorn en alle familie van Lynn is ook allemaal er vandoor. En nu, ja, moeten we nog even opruimen. Hè? Donder, als jij nou even al die donder of al die rotsen hier gaat opruimen. Deal. Ik weet het afgesproken, Donder. Als jij nu aan mijn vinger gaat ruiken, ga jij opruimen. Ja! Sukkeltje. Woedoe. Kijk, ik moet zeggen jongens, de schade valt best wel mee. Dit is een beetje schade. Ik ben even de vaatwas gaan inruimen. Maar kijk, dit valt op zich allemaal mee. Het had erg kunnen zijn, toch? Ja, zeker. Nou. Gelukkig. Nou. En is het een beetje een geslaagde vakantie geweest? Vakantie? Dat moet nog. Die komt nog, jongens. Ja. Die vraag komt nog. Dat was een hint, hè? Verjaardag. Ja. 100%. Ja? 100%. Ja, zeker. Kijk eens, en de avond afsluiten met een drinkende poek. Oh, sorry, storkje. Oh, ik laat je wel. Kijk hoe beledigd die kijkt. Laat me drinken. Kijk van laat me met rust. Laat me met rust. Oké, doe je best. Zit ik echt heel onstabiel op het randje zo. Kijk, deze heeft Lynn trouwens van de vriendinnen gekregen. Een Jacques Mus? Een Jacques Muts. Jacques Muts. En ik heb van jou ook een muts, maar dit is een fisherman. Van mijn muts? Ja, ook van dit merk. Oh ja, klopt. Ja. Was het ook weer voor, met kerst? Ja. Ja. Lynn heeft ook nog een heel lief briefje erbij gekregen. Kom eens hier, lees hem eens voor. Lieve Lynn, gefeliciteerd met jouw verjaardag vandaag. Wat is het fijn om op deze mooie dag weer samen te zijn. Net als vroeger, alleen dan nu een paar jaartjes ouder en een paar kilometer verderop. Je leeft je mooiste leven en je geniet van elk moment. Dat straal je uit, want je bent gelukkig en dat zie je. Dat is ook wat wij je gunnen, het allermeeste. Geluk, gezondheid en heel veel liefde, want dat verdien jij. Op naar nog meer mooie jaren. We love you. XXX, Melissa, Alena en Dilara. Oh. Ja, echt heel lief. We hebben hier ook het bucketlistboek dus. Daar staat in. Nou, lees er eens even eentje voor. Kleren zijn niet leuk en vooral heel overbodig vandaag. Ah, goeie content. Oké. Okay. Ja, dit is echt heel leuk. Nou, morgen gaan we die doen, dus wil je morgen... Wil jullie morgen dit zien? Kleren zijn niet leuk. Kijk dan de vlog van morgen. Om 5:30 later. Wij liggen lekker in bed. En we hebben echt een geslaagde dag gehad, jongens en meiden. Ook superleuk voordat we inderdaad lekker weggaan straks naar het buitenland. Om iedereen sowieso even te zien natuurlijk. Maar ja, morgen om 5:30 komt er weer een nieuw vlog online. Ik hoop dat jullie deze vlog superleuk vonden ook om te zien. De allereerste verjaardag met Lynn. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wil jij nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil jou wel echt bedanken voor vandaag. Ja? Ja. Heb ik het goed gedaan? Heel goed. Goed geregeld allemaal? Ja.
Ja, ik was een beetje de barman vanavond, jongens. Ik heb iedereen van drankjes voorzien en alles. Maar morgen om 12:30 is een nieuwe vlog. Dus wij gaan echt lekker pitten, want het is om 12:30. Dus tot morgen, even kijken. Niks echt. Later!